Hallo, ik ben Zoe van het agentschap Wegen en Verkeer en welkom op de werf in Genk. We maken hier een geluidsmuur van 2 kilometer lang en sommige delen zijn zelfs 7 meter hoog. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar hoe ze dat doen. Zullen we samen eens gaan kijken? Alles begint natuurlijk met een goede voorbereiding. En voordat we konden starten met werken, hebben we dus plaats moeten maken. Dat zie je ook achter mij. We hebben helaas heel wat bomen en struikgewas moeten rooien. En dat doen we eigenlijk niet graag. Dus achteraf plaatsen we nieuwe plantjes. Zoals je ziet, achter mij is het op sommige plaatsen gewoonweg te smal om veilig te werken en geluidsmuren te kunnen plaatsen. Dus moeten we de grond ophogen. En de grond ophogen, dat is een beetje zoals het maken van een piramide. Kijk maar eens goed. Je ziet dat ze laagje per laagje de grond aan mogen doen. En per laagje brengen ze ook netten aan. En ook op het oppervlak zie je netten. En die netten, die zorgen ervoor dat alles stevig op zijn plaats blijft. De muur heeft verschillende hoogtes, van 3 tot wel 7 meter hoog. En dat is niet zomaar. We hebben op voorhand een akoestische studie uitgevoerd en die meet precies hoe hoog dat die muren moeten zijn. Te hoog heeft het eigenlijk geen zin en te laag, dan kruipt het geluid er gewoon overheen. De muren zijn dus precies afgesteld opdat het geluid wordt geabsorbeerd en geïsoleerd, dat het er niet doorgaat. Voordat we de palen in de grond steken, voeren we controle uit dat er geen leidingen zijn. En daarvoor werken we samen met de nutsmaatschappijen. Die palen moeten heel stevig staan. En daarom zitten ze vaak net zo diep als dat ze hoog zijn. Dus zie je een geluidsmuur van 3 meter hoog, dan is de kans reëel, en dat zie je aan die palen die hier liggen, dat ze ook 3 meter in de grond steken. En als dat niet gaat, dan hebben we andere manieren om die palen stevig te houden. En het gevaar achter mij, ja, die trilt de palen de grond in. En eigenlijk is het ook wel een beetje handwerk. De machine die trilt in, maar de collega's die daar staan hebben letterlijk de meetlat vast en de waterpas om ervoor te zorgen dat die palen niet alleen stevig, maar ook kaarsrecht staan. De eerste plank is altijd gemaakt uit puur beton. Dat is super sterk en zorgt ervoor dat hij het gewicht kan dragen van de rest van de muur. De andere planken zijn gemaakt uit een houtvezelcement en dat zorgt ervoor dat het geluid voldoende geïsoleerd en geabsorbeerd wordt. Maar ook dit spel. Dit zijn rubbertjes die ze steken tussen de planken en tussen de planken en de palen. En over die palen gesproken, kom eens kijken. Je ziet dat de palen een speciaal beschermlaagje hebben gekregen tegen weer en wind. Dus ja, ook de palen dragen een jasje tegen het gure weer. Nadat de geluidsmuur is geplaatst, gaan we het gebied natuurlijk weer vergroenen. En wij kiezen voor inheemse planten. Die hebben we gekozen op basis van eigen ervaring, maar ook in samenspraak met het agentschap Natuur en Bos. Want die plantjes die moeten hier natuurlijk wel kunnen groeien. In totaal komen er 15.000 stekjes. Eerst zullen die stekjes maar 80 centimeter zijn, maar natuurlijk, die groeien uit tot bomen of heel breed struikgewas. Trouwens, we zijn hier aan de achterkant van de geluidsschermen en de collega's achter mij zijn netten aan het plaatsen. Waarom? Omdat hier klimplantjes komen te staan, zodat de buurtbewoners niet zomaar naar een of andere betonnen muur moeten kijken, maar ook zij kunnen genieten van een mooie groene wal. Als de geluidsmuur helemaal klaar is, dan volgt nog een heel belangrijk deel van ons werk. En dat is de controle. Want de muur moet natuurlijk doen waarvoor hij dient. En we letten op twee dingen. Geluidsabsorptie en geluidsisolatie. Absorptie, dat betekent dat de muur het geluid absorbeert. Geluidsisolatie, dat betekent dat het geluid er niet door kan gaan. En vinden we dan toch geluidslekken? Ja, dan repareren we die. Zo'n geluidsmuur moet heel wat rust brengen voor de omgeving hier. Maar wat verwachten we eigenlijk van de resultaten? Wel, op de luidste plekken verwachten wij een geluidsvermindering van min 10 decibel. En dat klinkt misschien niet veel, maar het is alsof er 10 keer minder verkeer voorbij raast. En ook goed om te weten, hoe dichter je bij de muur woont, hoe groter effect is dat je zal ervaren. Zo, dat was het einde. Wij zijn alvast fier op het werk dat is geleverd en op de impact dat de geluidsmuur zal hebben voor de omgeving hier in Genk. We kunnen het niet onder de kerstboom steken, maar het is wel een kerstcadeautje voor de Genkenaren. Deze kerst is het af. Bedankt voor het volgen van ons verhaal en tot heel snel. Dag!